vuilnisbak met ja, blikjes. Het huisje in het bos. Of iemand was heel gek op kleurtjes. Of er is crafty overal gespoten, maar dat denk ik eigenlijk niet. Een hartje. Het is voor de rest in principe een lege kamer, maar moet je kijken. Die kleuren. Een toilet met spinwebben. Daar ga ik niet graag op zitten. En, of course, zoals we meestal meemaken, heeft iemand ook nog zijn behoefte gedaan daar. Beneden gaan we nu niet heen, we hebben geen lap. Het is even blaas wachten. Kijk, het is allemaal een leuke ramen. Het is echt mooi. Het is eigenlijk een heel klein badkamer. Het is eigenlijk maar een heel klein huisje. Maar dat ook zo ja, schattig eigenlijk. Een keukentafel. Voor de rest is wel echt alles leeg hier. Maar kijk de kleuren dan. Kijk eens aan de kleurenpalet. Blauw. Roze. Met strepen. En die gang is ook heel smal. Eigenlijk. Gasfles. Nog een raam. Het is een beetje, ja, een beetje sprookjes. De vorm van de ramen en huis. Dat is echt een hele oude. Wederom is alles weer roze. Ja, ik heb geen lamp. Boven wat leuk. Nee. We gaan toch even boven kijken. De trap is heel stil en blauw. We zijn hier gelukkig in principe alleen in het bos, dus. Ik heb aan twee kanten van mij. Er zit een klein kamertje. En het is echt heel donker, dus jullie zien nu even niks, maar hier wel. Ik denk dat hier iemand geslapen heeft en beide slaapkamers zijn blauw. Maar een setje, ja, kinderverf, kom je tegen, was eigenlijk wel heel leuk. Het is echt een soort van sprookjeshuis, eigenlijk. Dus als ik het zelf een naam zou moeten geven, dan zou ik zeggen dat het een sprookjeshuis is. Van een heel artistiek iemand. Deze zolder. Daar liggen echt allemaal spullen. Helemaal vol tot achterin. Ik kan eigenlijk niet goed uitleggen wat er allemaal ligt, maar het ligt echt van alles. Een muis van de computer. Een potje verf. Ik had niet anders verwacht. Maar ik denk niet echt iets belangrijks ofzo. Boeken. Ja.
gaan we weer heel voorzichtig naar beneden. Ik ga niet te veel kijken. De treden zijn heel smal, dus je moet je voet echt op zijn zijkant zetten. Als je net te ver stapt, lig je naar beneden. Het is echt heel krap. Zo smal als de gang is, zo smal is de trap ook. En het plafond was zelfs paars. De trap is blauw. Een blauwe trap. Cool. We gaan even de kelder in. Nou, ze heeft de zaklamp, dus moest ze even wachten. Denk ik. Dit is een echt een oude kolenhok. Dat is een echte. Ja. Het echte kolenhok. Kijk. Hier heb de kolen waar we bovenop staan. En als je daar kijkt, daar werd de kolen naar binnen geschept. En dan had je hier meestal een kacheltje. Waarmee je huis kon afstaan. Dat is gaaf. Boven is alles gekleurd en beneden zie je het eigenlijk niet zo. Oh mijn god. Ja, daar komen we zo meteen. Hoeveel? Ik heb nog nooit zo'n grote kelder gezien. Het woonhuis is echt heel klein. Heel liefje heel klein. Dat is alleen maar alle kanten. En dan kom je hier. En dan zie je wat voor een verzamelaar hij eigenlijk is geweest. Duizenden blikjes drinken. Oude worsten, vis. Die gaan we meten. Deur. En allemaal kranten. Door de jaren heen opgestapeld. Niks weggegooid. Kon nog wel eens handig zijn als je het vuur wil aansteken. Deze hebben we de Honda nog niet gevonden. De Honda is voetje. Bestek. Mok. Verf. De lamp is weg. Een lege koffer. Waar ooit waarschijnlijk gereedschap in heeft gezeten. En daar nog meer. Blikken verf. Olie. Windows XP. Voor de kinderen na de jaren 90. Dit is een Walkman. Deze ging mij open. Misschien kan Nels het even voordoen. Deze ging open. Nou. We hebben een cassettebandje gevonden. We gaan jullie even laten zien hoe dit werkte. Nou, we moeten zelf ook even zoeken. Kijk. Zo, door hem open. Daar ging een bandje in. En dan is altijd belangrijk dat je de band zelf, dus het stukje wat het breedste is en waar het bandje doorheen loopt, aan de bovenkant houdt. En dan druk je op play, sluit je je oortelefoon aan. En als de batterijen in zitten en het werkt, dan hoor je muziek. We zijn nog steeds in de kelder. Kijk dan. De kelder is echt 10.000 keer groter dan het huis. Kijk eens. Tennisrackets waar de kinderen mee konden spelen. Ik weet niet wat het is. Berghok. Op
opslagblok. Dit is echt een oude diepvries. Pikhouwwiel. En... Ik dacht even een spinnenweb boven mijn hoofd, maar het valt wel mee. Het is eigenlijk niet zo heel veel bijzonders, maar het is leuk dat het er is. Daarachter nog een draagbare televisie. Die zie ik niet. Daarachter. Achter die kapotte tv. Oh ja. Daar. Een draagbare televisie. En helemaal achteraan. Een heleboel boeken. Ik weet niet of hier aan het plafond hangt. Het ziet er een beetje spooky uit. Het is geen ijs, want... Het is gewoon midden in de zomer. Maar man, wat is dit gaaf. Super tof. Nou. En dan komen we weer naar buiten. En dan kun je zien. De. Even uitzoomen, sorry, verkeerde kant op. De kleine raampjes. Waar de groen zo klein is. Daar was denk ik het kolok. Kijk. Dat is het. Het kleine schattige huisje in het bos. Het sprookjeshuis. En wie daarin heeft gewoond, dat weten wij niet. Daar mag je je eigen sprookje van maken. Bedankt voor het kijken weer. En we zien jullie in een volgende video.